Geef de stem van de cliënt een plek in jouw dagelijks werk. Het gaat in ons vak om samenwerken. Samenwerken aan vooruitgang. De stem van de cliënt helpt jou als professional te verbeteren. Wil jij de stem van de cliënt horen? Dan is dit belangrijk. Laat je inspireren. Geef de cliënt een keuze. Reflecteer op de samenwerking. Verstevig de positie van de cliënt. En ga actief op zoek naar feedback. Geef de cliënt een keuze. Gebruik hiervoor de startvragen werkrelatie. In 6 vragen ontdek je wat jouw cliënt aanspreekt en hoe het gezin het beste leert. Of matching. Selecteer 2 professionals op expertise en affiniteit. Zij stellen zich voor in het kennismakingsgesprek. Het gezin kiest degene die het best bij hen past. Reflecteer op de samenwerking. Gebruik hiervoor samen sterker. Vul beide het formulier in en ga over de uitkomsten in gesprek. Spreek met het gezin af hoe vaak je dit doet. Of wat werkt? Aan het begin en aan het einde van ieder gesprek geeft de cliënt aan wat hem of haar heeft geholpen. Verstevig de positie van de cliënt. Gebruik hiervoor maatjes. Koppel oud-cliënten aan nieuwe cliënten voor sociale, emotionele en praktische ondersteuning. En of het cliëntbureau. Bij het cliëntbureau verzamelt men zoveel mogelijk informatiesignalen van cliënten. Kan er een rode draad uit worden gehaald? Dan worden er voorstellen gedaan voor verbetering van de begeleiding. Ga actief op zoek naar feedback. Feedback is een cadeau. Vraag de cliënten nadrukkelijk naar hun mening over de begeleiding. Dat kan in allerlei vormen. Luisteren naar cliënten aan de cliëntentafel. Of in de vorm van een jongerengesprek, waarbij jongeren hun adviezen geven in een rap. Of het spiegelgesprek. Hierbij houden cliënten professionals een spiegel voor aan de hand van een specifiek thema. Op www.stemvandecliënt.nl staan deze tools uitgebreid uitgelegd. Verdiep je dus in die tools die voor jou en jouw cliënt het verschil kunnen maken. Stem van de cliënt. Samenwerken aan vooruitgang.